Kuiken, kuiken, tik, tik aan. Tik aan, kan ze geen eens zien. Goedemorgen, moederschip. Ja. Doe maar weer, hoor. Ik weet wel dat ik dik en lelijk ben. Helemaal niet. Je ziet er stralend uit. Echt waar? Ja. Lelijk, dik en stralend. Erikse moeder had dat ook zo erg toen ze in verwachting was. Die liep niet door de kamer. Die kantelde door de kamer als een oude Friese wandklok. Nooit meer goed gekomen, ook niet na de bevalling. Ze kreeg overal witte strepen. Van hier tot daar. Het was net het wat bij Eb. Wat zegt u toch een gezellige ding. Ja, hè. Morgen. Hé, ik dacht dat jij er al weg was. Neem jij de auto? Daar kan ik niet in. Daar zijn we een schoenlepel gebruiken. Ik neem de bus wel of ik ga lopen. Het is wel een fijne dag voor een frisse waggel. Zo dik ben je niet. Ik voel me net zo'n supertanker. Ik heb honderden meters nodig om van richting te veranderen. Zit je in de put? Heeft papa weer wat gezegd? Ik heb alleen geprobeerd erop te beuren. Nee, dan weet ik waar het van komt. Trouwens, ze mag een beetje in de put zitten. Kom nou. Ze heeft uitzicht op grote dingen. Tot vanavond, Erik. Wat heb ik nou weer gedaan? Een beetje begrip, een beetje tak. Is dat nou te veel gevraagd? Natuurlijk is dat te veel gevraagd. Ze doet net alsof ze de eerste zwangere vrouw ter wereld is. Hè? Volgens mij wil ze het kind het liefste bestellen bij de Bijenkorf. Ze vindt het gewoon heel erg dat ze misschien de baan moet opgeven. Ze doet het graag, ze houdt van werken. Dat kan jij je niet voorstellen. Nou, ik weet ook heus wel van aanpakken. Ja, je uitkering. Ik heb wel eens echt werk gedaan. Dat kun jij niet zeggen. Nou, reclame is toevallig wel een keihard vak op, hè? Problemen, spanningen, stress. Nou ja. Maar even, wat moet je vandaag nou bijvoorbeeld doen? Vandaag moet ik 30 modellen in badkleding bekijken. En dat noem jij... Mag ik mee? Nee. Alleen om te kijken. Ik weet toch niet meer wat je ermee moet doen. Ik moet er een uitkiezen voor een reclamecampagne voor wollen tapijttegels. Waarom moeten ze dan in bikini? Als je toch moet werken, kan je er beter wat van maken. Wat zullen we nemen, die? Nee, doe deze maar. Deze, de linker. Blaas hem maar flink op. Dat doe ik. Dat doet me denken aan Katrien. Oh, waar is Katrien eigenlijk? Hier. Oh, ik zag je niet zo gauw. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, sorry dat ik zo laat ben. Ik moest lopen. De bus was vol. Althans, wij konden er niet meer bij. Je zit op mijn, aan mijn bureau, Suzanne. Ja, ik leef mij vast in. Voor als je straks weg bent. Zeg, je geeft mijn baan toch niet aan haar? Ja, iemand moet het doen. Als jij zo nodig oermoeder moet spelen. Ik bedoel, we vinden het allemaal enig. Daar gaat het niet om. Maar het werk gaat wel door. Denk jij nooit aan een kind, Bijkel? Niet tijdens de confectiebeurs, nee. Maar laat ons gerust zakken. Het geeft allemaal niks. Hoe is het met de ochtendziekte? Oh, dat is wel voorbij. Ik ben zo depressief, ik weet niet. En niemand heeft ook maar een greintje begrip. Mooi, mooi. Heel goed. Zeg, wil je dit artikel even doorkijken? Tips voor een superslanke zomer. Misschien meer iets voor Suzanne. Ja, natuurlijk, geen probleem. Oh, zeg, Katrien, jij komt tegenwoordig toch niet meer met de auto. Dus heb ik jouw parkeerplaatsje maar genomen. Dat vind je zeker wel goed. Tuurlijk. Is er verder nog iets van je gading? Mijn planten misschien? Waar zijn mijn planten? Suzanne is zo lief om ervoor te zorgen. Tot je weer beter bent. Ze willen van me af. Ze kunnen niet wachten tot ze me kwijt zijn. Nee, ik weet hoe dat voelt. Ja, dat zal wel. En nou we het er toch over hebben, meneer Bovenkerk.
We hebben uw kamer echt nodig, hoor. We moeten een plek voor u vinden. Aan één ding heb je niet gedacht. Ik heb aan alles gedacht. Bejaardenhuizen. Het leger des huizes. Sleepings. Is het wel eens tot je doorgedrongen dat ik me heel nuttig zou kunnen maken? Nooit. Ik kan babysitten. Ik kan hem een bad geven. Ik kan hem verschonen. Ik heb al geoefend. Op de telefoon. Telefoon? Waarom is hemelsnaam? Nou, ik heb het eerst geprobeerd met de katen van de buren, maar die wou niet. Die begon te krabben en te blazen. Meneer Bovenkerk, ik krijg een baby, geen telefoon. Wat maakt dat nou uit? Op een telefoon moet je tegenwoordig ook 9 maanden wachten. Is Erik nog niet thuis? Natuurlijk niet. Die zal wel laat zijn, want die is bezig met modellen. Modellen? Ja, beeldschone modellen in bikini. Honderden. Bruin, bloot, slank, mooi. Hij is dat voor zijn werk? Nou, hij noemt het werk, joh. Oh, wat een dag. Oh, schat. Oh, het zit me tot hier. Tot waar, precies? Oh, ik heb het helemaal gehad. Helemaal nog wel? Oh, ik ben aan 1 stuk door bezig geweest. Ja, je ogen zullen wel moe zijn. Mijn... Kat, het is gewoon werk, hoor. In bikini. Ik begrijp niet dat vrouwen zich daar nog voor lenen. Ik zoek een meisje dat een bepaald product kan overbrengen. Voilà, tapijttegels. Dus jij bent de hele dag in de weer geweest met vrouwen op wollen tapijttegels. Huh. Nou, ik zie ze niet als vrouwen, ik zie ze meer als... Lekkere wijven. Ja. Nee, aan jou heb ik ook niks. Ik moet gewoon de... De telefoon. Waar is de telefoon? De telefoon zit in die luier. Maar wie... Waarom... Waarom? Dat is toch belachelijk? Straks. Hallo? Hallo? JP. Hallo, JP. Ja, wacht even. Welke gek heeft dit nou weer gedaan? Ik doe het voor jullie, hoor. Hij is dement. Het is gebeurd. Hij is dement. Sorry hoor, JP, maar de telefoon heeft een luier om. Zo. Die 6 meiden die je hebt uitgekozen... Die heb ik hier voor me liggen. Gezellig. Maar er is er werkelijk niet 1 bij die het heeft, hè? Ik bedoel, die speciale tapijttegeluitstraling. Ja, kom er maar eens om. Ben ik niet blij mee. Ben ik absoluut niet blij mee. Nou, heb ik een ideetje, daar zul je het wel mee eens zijn. Absoluut, zeker. Vertel het je morgen wel, ik wil je avond niet verpesten. Ciao. Ja. Lekker. Kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Arme schat. Moet je weer 100 mooie meiden in bikini bekijken? Wat vervelend voor je. JP is er niet blij mee. Ik heb er nog 1 die er niet blij mee is. Laat ik het zo formuleren. We verkopen voor de klok of verkopen voor de klepel. We verkopen wollen tapijttegels. Exact, met andere woorden, seks. Ja. Sorry, ik begrijp het niet. Optie 1. Je biedt aan tapijttegel. Wie is geïnteresseerd? Niemand. Optie 2. Je biedt aan seks. Wie is geïnteresseerd? De politie. Everybody. Maar kijk, deze meisjes die hebben geen... Ja, hoe zou ik het zeggen? Die hebben geen... Gedoink! Ja, nee, daar ga ik op letten. Gedoink! Ja. Gedoink. Weet jij wie wij voor deze klus zouden moeten gebruiken? Die meid die jij gebruikt hebt voor die buitenbijtscampagne. Linda. Van Breukelen. Exact. Vriendinnetje van je? Ja, vroeger, voordat ik getrouwd was. Die heeft het, hè? Die wasemt het als het ware uit. Kedoink. Exact. Ja, maar Linda is nogal moeilijk te krijgen. Dat heb ik wel eens anders gehoord. Voor de werk bedoel ik. Als iemand er over de streep kan trekken, dan ben jij het, beste kerel. Zeg maar dat je baantje ervan afhangt. Ik moet liegen. Nee. Nee? Nee. Voordat we de baby in het water leggen, controleren we de temperatuur van het water even met de elleboog.
ik ben hier. In de keuken. Ik zat klem. Hè? Ik zat klem tussen de deuren van de bus. Terwijl ze open stonden. Wat doet u nou? Ik ben aan het oefenen. Om je te laten zien dat ik nuttig kan zijn. We laten de baby voorzichtig in het badwater zakken. Zeep zachtjes. Zeep. Waar is de zeep? Waar is de zeep? Die bovenkerk weer baby verdrinkt. Baby verdrinkt. Oh, sorry. Ja, nou knijpt u weer zijn fontanelletje. Ik hou hem niet zo op de tocht als hij nat is. U moet hem eerst in de oven drogen. Oh, in de oven? Je neemt in de maling. Hallo. Hallo, schat. Mag een wonder heten dat jij je kinderjaar overleefd hebt. Ja. Hoe ging dat? Ik ben de hele dag bezig geweest een bepaald model te pakken te krijgen. Aan de telefoon. Oh, ja? JP wilde er absoluut hebben. Knap zeker? Slank? Wow. Sta toch niet te liegen? Ga alsjeblieft zeggen dat het je spijt. Wat heb ik dan gedaan? Dat maakt niks uit. Ga maar zeggen dat het je spijt. Verzin maar wat. He? Alsjeblieft. Het spijt me. Wat spijt je dan? Ze is heus ook weer niet zo knap. Ken ik dat? Nee, dat geloof ik niet. Linda, weet ik veel. Linda van Breukelen. Ja, nou je het zegt, ja, zo heet ze geloof ik, ja. Het meisje waar je vroeger mee ging. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik denk al, ik ken die naam. Je kent het lichaam ook. Ach, maar dat is allemaal zo lang geleden. En ik ben met jou getrouwd, niet met haar. Nee, je bent niet met mij getrouwd. Je bent getrouwd met een slank meisje dat een jas kon dichtknopen. Weet je wat wij nodig hebben? Een avondje uit. Lekker eten, kaarsjes, wijn, Japans. Japans. De Yamato. We gaan naar de Yamato. Hè? En je trekt die blauwe jurk aan, die ik zo mooi vind. Daar kan ik niet meer in. Je roze streepjes dan? Toen ben ik gisteren uitgescheurd. Een tent. We huren een tent. Weet je wat? Je gaat morgen ga je lekker een mooie, dure jurk kopen. Ga maar lekker met geld smijten. Dat is goed voor je. De Yamato. De Yamato. Morgenavond. Oh, heerlijk. Ik heb een probleempje. Binnen. Je wilde me spreken? Ja. Hoe staan de zaken qua Linda? Ze heeft nog 1-1 gezegd. Mooi. Ze heeft nog helemaal niks gezegd. Ik kan haar agent niet bereiken. Wat nou agent? Als je vroeger wat van de wou, nam je dan contact op met haar agent? Nee, dat was persoonlijk. Daar hoefde hij ook geen 15% van. Morgen moet ik het weten. Zoek die vrouw dan wel direct. Neem ermee uit lunchen, weet ik veel. Versier er een beetje en dan baf. Baf? Baf. In een restaurant? Als ze maar ja zegt. Weet je wat dit ding verdient? Behalve om een luier omheen te doen. Ja, gebruik hem dan. Je weet dat nummer toch nog wel? Ja, dat is heel makkelijk te onthouden. 6382-1379. Mooi. Ja, maar lunchen, ja, ik denk dat die vrouw onderhand getrouwd is, ik weet niet. Getrouwde vrouwen lunchen ook, hè? Ja, maar ik ben ook getrouwd en mijn vrouw verwacht een baby. Exact. Slecht moment om je baan te verliezen. Juist. Hallo? Linda? Ja? Ja, je zal me wel niet meer kennen. Erik, wat leuk, dat is lang geleden. Maar je bent nooit uit mijn gedachten geweest. Zeg het! Linda, jij hebt zeker geen tijd om te lunchen vandaag, hè? Vandaag? Nee, helaas niet, schat. Oh, prima. Ik moet mijn man naar het vliegveld brengen.
Maar Erik, vanavond ben ik wel vrij. Perfect! Ja, maar vanavond ga ik uit. Exact, met Linda. Neem dan mee naar een chic restaurant op kosten van de baas. Nee. Voordeel van de baan. Die je nog steeds hebt. Linda, vanavond is prima. Ja, leuk. Haal je me op om een uur of 6:30? Ja, 6:30, ja. Goed. Ja. Nou, tot vanavond, Erik. Ik verheug me erop. Ja. Dag. Dag. Dit gaat Katrien helemaal niet leuk vinden. Katrien gaat helemaal niks. Tenminste, als jij dan niks vertelt. Denk jij dat het koud genoeg is voor een biscuitje? Nee, dat ben jij. Wie praat er al, jij of ik? Ik praat. Jij ook, man. Oké. Nou, even kijken of de whisky er staat. De kast is op slot. Ze vertrouwen papa niet. Nee. Nee. Dat had je niet gedacht, hè? Daar kijk je van op. Ik kijk nergens meer van op. Ja, wat ben jij vroeg, vogels? Ik wou net deze fles wegzetten. Nee. Ga jij lekker zitten, dan schenk ik hem voor je in. Maak het je gemakkelijk, ontspan eens. Wat aardig. Ja, een lekker kussentje in je rug. Moet jij eens kijken en dan ga ik jou eens lekker verwennen. Je eigen zoon. Het schijnt een heerlijke whisky voor jou in. Vriendelijk, heel aardig. Lekker? Mm. Ah, je moet een kleinigheidje voor me doen. Dat vermoedde ik al. Die meisjes van de tapijttegels, hè? Ja. Er zit er eentje bij, Linda, die ken ik nog van vroeger. En mijn baas wil absoluut dat ik vanavond met haar ga eten. Ik dacht dat je met Katrien zou gaan eten. Ja, dat zou ik ook, maar dit is zakelijk, dat zal ze toch wel begrijpen. Natuurlijk begrijpt ze dat jij gewoon met een mooi model ga je lekker kaviaar zitten te hachelen. En zij zit dan met visstik thuis. Dat vind je prima. Het ligt er wel even. Hoe vertel je het? Ja, nou, dat is het kleinigheidje, dat ga jij voor me doen. Nee. Nee. Je kan toch gewoon zeggen dat het een klant is, een zakenrelatie? Ze is nogal prikkig, baas, vanwege de Van Dragen. Ja, ze zou wel teleurgesteld zijn, ja. Anderzijds zou een lieve, aardige, goede, brave, oude borst jouw plaats, als jij betaalt, best willen innemen. Daarbij komt. Ik zou het op een bordje rusten. Zit mijn jasje goed, zit mijn dasje goed. Vader gaat op stap, vader gaat op stap. Prima, gooit hij dat op grijs, zal ik een pak eindelijk weg. Geen ziens. Dit pak draag ik nog geregeld. Dat is een... Kijk nou, is een oud programma van het Centraal Theater. Cabaret de Inktvis. Met Jeanne de Roos en Jeanne Roos en Alex Haas. Ja. Nee, dat pak is nog zo goed als nieuw, hoor. Zeker te weten. Zeg, zou er eigenlijk... Zou er nou iemand met u uit willen gaan als u dat aan had? Katrien, ik heb je iets te zeggen. De zaak zit zo. Je kent Erik. Je man. Mijn zoon. Aardige vent. Ik ken ze allemaal. Nou, het punt is, hij kan vanavond niet met je uitgaan, dan moet ik het doen. Wat zegt u? Hij moet met een zakenrelatie gaan eten. Een oude, vieze, afgeleefde man van 60 jaar met een vieze pukkel op zijn neus. Vrees. Hij heeft het beloofd. Ik heb speciaal een jurk gekocht. Ja, ik weet dat ik Erik niet kan vervangen. Nee. Ik weet, je zit met me opgescheept. Waar gaan we eten, heeft hij gereserveerd? Ja, bij de Yamato, dat is Japans. Yamato? Ja. Nou, trek je jurk aan. Japans? Ja. De kaart! Azo! Interessant. Denk eraan. Laat nooit merken dat je bang voor ze bent. Anders laten ze je spoorlijn aanleggen. En bovendien, de oorlog is al 50 jaar voorbij. Dat weet jij, dat weet ik. Maar weten zij dat? Er zijn nog altijd
oude jappen die denken dat de oorlog nog aan de gang is. Niet in Amsterdam zijn. Niet in Ashaimase. Goedenavond, boven kijk, we hebben gereserveerd. Natuurlijk. Deze kant uit, alsjeblieft. Oh, lieve hemel. Dat was ik even vergeten. Ja, dat is de normale hoogte van de tafel, voorzitter. Zijn namelijk allemaal dwergen. Zag je die gluiper? Plotseling stond hij achter me. Daar zijn ze zo goed in. Wat doet u dat toch normaal? Mooi tafel. Je moet uitkijken dat je ze niet tegen de haren instrijkt, anders plegen ze heel zo harry. Doet u een aperitief? Ja. Ja, geeft u mij maar één droge sherry. Ik zal het even vertalen. Twee droge sherry. Meneer. Je weet wat je met die stokjes moet doen, hè? Ja, en als u zich hier niet gedraagt, dan doe ik het ook. Nou, hier. Het menu. Het menu. Zit je lekker? Zie ik eruit of ik lekker zit? Het. Zeg, we kunnen ook nog koude karatekip nemen. Is dat niet een beetje overdreven voor een voorspijs? Voorgerechtje, 60 meelballen. Verse meervallen. Ja. Weet je wat, ik bestel. Ik heb nog een paar Japanse woordjes in mijn hoofd. Kargojini. Akamero. Maar aan wie moet ik me overgeven, meneer? Foutje. Portie Nico. Nico. Ja. Met een beetje tamago. Nico tamago. Ja. En een stuk wat imos. Imo skoshi. Ato kedarake no doteaki. Isoninchak no shiraae. Kujira no kougan zime. Kashikomarimashita. Nou. Was Erik maar hier. Nou, ze nemen wel de tijd, zeg. Ik heb eten besteld, geen aanval op Pearl Harbor. Dan ben je stil. Ik ben een beetje down. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik had het juist zo nodig. Om weer zeker te weten dat ik een vrouw ben. Nou, is geen twijfel mogelijk. Dat u me nog aantrekkelijk vindt. Hij kijkt heel graag naar andere vrouwen, weet u. Maar wie zou die dat hebben? Ja. Dat ging altijd uit met van die mooie, sexy meiden. Ja. Ja, Linda. Ja. Dat was er een. Hoe weet u dat ze Linda heette? Nee, ik bedenk zomaar wat. Ik bedoel, kan Mary ook zeggen, of Michou. Wie zegt dat nu weer? Of Josje, of Janine. De hoeveel vriendinnen heeft hij eigenlijk gehad? Je maakt je dik om niks. Het is zakelijk. Hij zou veel liever bij jou zitten dan bij die Linda. Geloof dat maar voor mij. Wat zegt u? Het eten is er. Dus daar moest hij mee uit. Kotamago en imo dozo. En dank. Oh, daar zijn ze. Daar zijn je van opkikker, hoor. Daar zijn ze goed in. Gebakken spek met eieren. Ik wil naar huis. Gebakken spek met gebakken eieren. Ik wil naar huis. Wil je nog wat drinken? Ik weet niet of ik dat wel moet doen. Doe nou maar. Katrien is voorlopig toch nog niet thuis, hoor. Nee? Eentje dan. Erik, je begrijpt, ik vind het ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt. Maar ik kan het echt niet doen. Nee, ik begrijp het. Maar ik vond het wel heel leuk om je weer eens te zien. Ik ook. Sorry! Sorry! Ah, Kat, je bent er. Je raadt nooit wie er in de keuken zit. Linda van Breukelen. Heb je die mee naar huis genomen? Nou en of. Om eens lekker te kletsen met jou. En dat moet ik geloven. Ja, natuurlijk. Jullie hebben een heleboel gemeen. En de meeste mannen begrijpen daar helemaal niks van. Oh. Rugpijn.
Bandenpijn? Bandenpijn, ja. Daar heb ik ook zo'n last van. Ja. En, hé, hey, Linda, heb jij ook, als je 's morgens dat je wakker wordt en dat je dan zo vreselijk depressief bent? Oh ja, ik word wakker en dan moet ik ontzettend huilen om helemaal niks. Precies. Je voelt je zo lelijk zo. Ja. En dan zeggen ze dat je er stralend uitziet. Dat is dan lief bedoeld. Ja, maar je hebt er niks aan, hoor. Mag ik eens luisteren? Ja, ga maar. Moet je even je hand hier leggen? Oh, je beweegt. Ja, hè? Ja. Oh, leuk.